daar geloof ik, enkele mededelingen vandaag. De eerste zondag van de paaskring. Zoals u weet hangt de paaskring af van de datum van Pasen. Die kan fluctueren, die fluctueert met de maanstanden. Die hangt af van de maanstand. En de maan, zoals het woord zelf al zegt, heeft een maand nodig om dus van dezelfde stand terug te keren. En zoals u weet, er zijn nu 5 zondagen geweest na 3 koningen. Dat wil zeggen 5 weken na 3 koningen. Dat betekent dat we een tamelijk late Pasen hebben, omdat er eigenlijk juist, juist voor enkele dagen, de 18e minuut, de 18e maart, is het volle maan. En een paar dagen nadien is het begin van de lente, hè, de 21e maart, dus dat 3 dagen later. En we moeten wachten op Pasen, de eerste zondag na de eerste volle maan, na het begin van de lente. En als er juist een volle maan is voor het begin van de lente, moet je een maand wachten. Je hebt dus een tamelijk late Pasen. Daarom hebben we nu late Pasen. We hebben veel zondagen gehad na 3 koningen. We hebben er geen 6 gehad, want... Het valt wel mee dit jaar, want de volle maan valt juist de 18e april, even kijken, de 17e april, enfin, juist een dag voor Pasen. Even kijken, een zaterdag. Een zaterdag, dus de eerste zondag, de eerste zondag is dan een dag daarna. Dus moeten we niet nog een keer een week wachten voordat we Pasen hebben. Anders hadden we echt een heel late Pasen gehad. Dan hadden we dus ook 6 zondagen na 3 koningen gehad. Weet je? Dus we hebben maar 5 zondagen na 3 koningen. Of ja, maar. Want het maximum is 6, maar het is al veel 5 zondagen. Maar het minimum is 2 zondagen na 3 koningen. Dus als je bijvoorbeeld de volle maan juist na het begin van de lente is... En je hebt, het is bijvoorbeeld het einde van de week, heb je onmiddellijk dan niet dan naar Pasen, onmiddellijk naar het begin van de lente. Hè? En dan heb je dus, omdat de voorbereiding van Pasen, dat is een vast aantal dagen. Dat zijn de 14 dagen van de vaste, maar om de vaste tellen de zondagen niet meer, want op een zondag word je vast. Dus dat is 14 dagen, dat zijn een aantal weken. 6 weken, zoiets. 6 maal 7, 42, dus over 6-7 weken. 6 weken. En dan 6 weken, dat zijn dus 6 zondagen die je moet meerekenen, 6 dagen. Dus want die wordt niet gevast, dus dan is het 46 dagen. Plus nog de Septuagesima-tijd. Waar we nu in zitten, de voorvaste, dat zijn 3 weken, dat zijn 3 zondagen. Dat is nog eens een keer 21 dagen. Zo, dus dat betekent dat we dus een minimum aan zondagen na 3 koningen zullen hebben. Zondagen na Pinksteren zullen hebben. Want de zondagen na Pinksteren, die hangen dus af van de datum van Pinksteren, die zelf afhangt van een datum 10 dagen nadien na Hemelvaart. En de Hemelvaart hangt af van de datum van Pasen, want dat is 40 dagen na Pasen. Dus Pinksteren is 50 dagen na Pasen en wat Pasen fluctueert, fluctueert ook Pinksteren. Dus zondagen na Pinksteren zijn ook in aantal niet gefixeerd, omdat Kerstmis niet beweegt. Kerstmis valt altijd op de 25e en die heeft 4 weken van voorbereiding nodig. En dus 25 december min een maand, dat is 25 november. Dus natuurlijk, het moet op een zondag zijn, want de eerste zondag van de Advent is een zondag en dan is er nog 7 dagen speling. Maar rond de 25e november begint dus op een zondag, rond de 25e november begint dan de kerstkring terug. En dat is gefixeerd. Dat is een vast datum, kerstmis. Het is alleen maar fluctuatie van 7 dagen, omdat het op een zondag moet vallen, de eerste zondag van de Advent. Dus helemaal 7 dagen fluctuatie, maar is veel minder. En dan, hoeveel zondagen na Pinksteren gaan we dan hebben?
Want ik weet dat mensen ook een beetje graag op de hoogte zijn van de liturgie. Dat is ook lang, de liturgie. Zit je, je hebt nu eigenlijk maar 24 zondagen na Pinksteren. Dat zijn er niet veel, omdat er veel geweest zijn na de vijf, omdat er veel geweest zijn na de drie koningen. Omdat een late Pasen is, een tamelijk late Pasen. Heb je dus minder zondagen van Pinksteren, omdat die tijd na Pinksteren wordt gestopt door het begin van een advent, die vaststaat. Zo. Dus de meeste mensen wisten dat al, maar het is interessant. Het wordt nog, laten we zeggen, ingewikkelder misschien, of gecompliceerder of samengestelder, als je weet dat als er dan meer zondagen na Pinksteren zijn, dat wil zeggen, je hebt een vroege Pasen, dan heb je minder zondagen na drie koningen. Die zondagen na drie koningen, bijvoorbeeld als je een vroegste Pasen hebt, bijvoorbeeld de 24e maart, dat kan. Hè, dat er onmiddellijk na het begin van lente een volle maan is. En een dag erop is het al zondag. Dan heb je een hele vroege Pasen, dan heb je dus maar twee zondagen na drie koningen. En die vier zondagen na drie koningen, die worden dan, want je hebt dan heel veel zondagen na Pinksteren, want je hebt dan ook dus een vroege Pinksteren, omdat je een vroege Pasen hebt, worden dus die zondagen van drie koningen gebruikt als de zondagen na Pinksteren. En dan heb je dus bijvoorbeeld als je de 25e, 26e, 27e zondag na Pinksteren hebt, dan zeggen ze ja, met het evangelie, de epistel van de zoveelste zondag na drie koningen. Dat heb je al gezien. Dus dat heet de compoets. De compoet, dat wil zeggen dus het heeft niks met computer te maken, want dat bestond voor de computer. Compoet wil zeggen de berekening van de data, liturgische data, van de maanstanden. Dus een priester die moest dus niet alleen theologie kennen, maar ook moest kunnen de compoet kennen. De compoet, Latijnse naam voor de berekening van de planeten eigenlijk, van de maanstanden en dan en ook het jaar, hoe het jaar verliep. Je hebt daar natuurlijk heel die discussie gehad over de Gregoriaanse kalender. Dus dat was een wetenschap in de middeleeuwen, nu nog altijd, maar nu is het duidelijk. Maar ze hebben daar toch wel hard op gestudeerd, omdat het niet allemaal 100% harmonisch verloopt. Hè. Er zijn schommelingen. Bijvoorbeeld de aarde is niet helemaal rond, dus ze heeft een afvlatting op de polen, ook de as ligt een beetje schuin, en dat maakt schommelingen, zodat de zonnedag niet het legale uur, dat is altijd hetzelfde. Enfin, dat verandert winters en zomers, maar dat is altijd hetzelfde. Maar de zonnedag die verschilt regelmatig. Dus gaan we een paar seconden bij per dag, een paar seconden af. Nu zitten we dus aan een uurverschil met het legale uur voor het ogenblik. Maar dat kan schommelen, dat gaat nu beginnen te verminderen, totdat we een 25 minuten verschil zitten met het legale uur. Dus dat middernacht is volgens de zon, nu om 1 uur s'nachts volgens het wettelijk uur, het winteruur. Maar dat gaat dus verminderen naar 25 na 12, naar middernacht. Maar natuurlijk krijg je dan natuurlijk het zomeruur erbij, dan is het weer een ander, dan is het andere, een uur en 20 minuten. Tot we weer terechtkomen in de volle zomer. In volle zomer, dan krijg je weer, dan is het om 2 uur s'nachts eigenlijk middernacht volgens de zon. Ja. Daar moet ook allemaal rekening mee gehouden worden, bijvoorbeeld voor het bidden van een brevier. Goed, dat als inleiding. We zijn dus de Septuagesima-tijd. Dus een tamelijk late begin, omdat we een tamelijk late Pasen hebben. Pasen zal vallen op de, als ik me niet vergis, dus in april natuurlijk. De 17 april. Ziet je? 17 april. Want ik denk dat de 16 april al een volle maan is. En daar heb je dus een dag daarna, de zondag, deze zondag na de volle maan, heb je dan dus Pasen. Moest die volle maan de 17e geweest zijn, had je nog een week moeten wachten voor Pasen hebben. Dan was het echt de laatste Pasen geweest die mogelijk was. Weet je. Goed. Hopelijk interesseert het u.
komt ook in uw missaal voor elk jaar. Wat is dat nu, die zondagen na Drie Koningen, die wisselen voor puur die zondag na Pinksteren ook. Wat is dat nu allemaal? Ja. Ik heb ook andere jaren de uitleg gegeven waarom Pasen moet vallen na de eerste volle maan. En waarom het moet vallen na het begin van de lente. Dat weet u waarschijnlijk allemaal. Dat heb ik al verschillende keren gezegd. Nee. Ik kan het heel kort herhalen. Omdat het moet vallen na het begin van de lente. En het begin van de lente, dat is volgens het noordelijk halfrond. Want in het zuidelijk halfrond is het begin van de herfst. Wij rekenen met het noordelijk halfrond. Waarom? Omdat het centrum van het christendom in het noordelijk halfrond ligt. Dat is Rome. Dus we nemen het standpunt van Rome. Wel, het standpunt, want anders begrijp je de liturgie niet. Hè? Liturgie moet je nemen als standpunt van Rome. Hè? Dus bijvoorbeeld met Pasen is het de lente. Dat is vaak een vereistenis van de natuur. Als je dan in Oost-Talië zit je daar in de herfst. En dan heeft niet zoveel met verrijzing te maken. Dat is meer met verrotting en veroudering. Dat is eigenlijk op het einde van het jaar. Dus als we terug... Het einde van de wereld en de mensen in zonnige, dat is dan, zie je, om de liturgie te begrijpen, moet men eigenlijk op het standpunt van Rome staan. Wel, in Rome is het de lente is dus in de maand maart. Dus de Pasen moet dan beginnen na de 21ste maart, na het begin van de lente. Waarom? Omdat Pasen is de overwinning van God op de duivel. God heeft de mensen geschapen en in het paradijs gezet en God was God voor hen. Ook aanvaard in hun hart. Maar hebben de mensen God verworpen en een duivel in hun hart aanvaard door te zondigen en zijn raad te volgen van eet maar van die boom. Dus dan heeft God eigenlijk uit hun hart verjaagd. En God heeft terug de overwinning op een duivel gehaald toen Jezus zegt aan het kruis, het is volbracht. En de bekendmaking daarvan, dat is Pasen. Door te verrijzen bewijst hij dat hij de dood heeft overwonnen, de duivel heeft overwonnen, dat hij iedereen de genade heeft bekomen om naar de hemel te gaan. Dus dat is de overwinning van God op de duivel weer. En omdat de duivel de afgod is van de duisternis en God is de God van het licht en de warmte, gesymboliseerd door de zon, dan moet de Pasen, die overwinning is van God, moet vallen na het begin van de lente, want in het begin van de lente, de 21ste maart, worden de dagen langer dan de nachten. Dus de dag die dan God symboliseert, het licht en de warmte, de zon, die wordt sterker dan de nacht die symboliseert door het koude en het duisternis en de duivel. Symbolen natuurlijk, ja. Symbolen. Maar symbolisch. En dan moet het ook Pasen vallen na de eerste volle maan. Want de maan betekent ook weer de duivel. De maan in dit verband. De maan is de grootste hemellichaam zichtbaar voor ons blote oog natuurlijk. Het is niet objectief, maar subjectief voor het blote oog. En telt, want symboliek is zintuiglijk waarneembare tekens. Wat zintuiglijk waarneembaar is, dat is dat de maan voor het oog het grootste hemelplaneet is. En een duivel is een engel, is een hemelwezen. Maar hij is dus duisternis, hij is gevallen. Dus hij is de grootste van de nacht. Hij is de grootste van de duisternis. Dus de maan symboliseert de duivel. En wel, de duivel is overwonnen door Christus aan het kruis. Het is volbracht, hè? Is overwonnen. Dus de mensen zijn vrijgekocht. Ze moeten alleen nog meewerken, dat is wat anders. Maar ze zijn vrijgekocht, hè. Ze moeten nog meewerken, maar ze zijn vrijgekocht. Ze kunnen door met de genade van Jezus gebruik te maken van de duivel volledig verlost te geraken, in de hemel geraken, volledig in de hemel. En dat wordt dan gesymboliseerd, dus dat Pasen, dus waar Jezus dus ze vrijkoopt, moet vallen na de volle maan, want bij volle maan begint de maan af te nemen. De volle maan betekent dat ze volledig dus vol staat met licht. Het licht van Lucifer, die geen licht dragen, maar het vast licht, het licht van de nacht, het licht van de leugen. Zo. Dus de maan begint te verminderen, dat betekent de duivel begint te verminderen in kracht. En dan, de eerste zondag nadien, is het aan Paas. Waarom? Omdat Jezus op een zondag verrezen is. U ziet, die symboliek van de Pasen is niet zomaar het een en het ander, dat is heel diep, dat is heel sterk.
Dus om dit een beetje om liturgie uit te leggen, we zijn nu in het begin van een nieuwe paaskring en begint met de vasten. Dus de Septuagesima-tijd is eigenlijk een voorvasten. En de eigenlijke vaste begint dus binnen drie zondagen. Je hebt in die Septuagesima-tijd heb je dus drie zondagen. Septuagesima betekent eigenlijk 70. Dus 70 dagen ongeveer voor Pasen. Dan heb je morgen dus door de week met de gedachtenis van de heilige Valentinus, priester en martelaar. Dus Valentijndag wordt 12 gevierd, maar eigenlijk is dat niet juist. De Valentijn is 14e. Hè? Dus ik dacht dat 12 de Valentijndag, nee? Ah, ik dacht 14e, ja. Dus 14 wordt Valentijndag. En dat is een priester, dus je moet ook niet vergissen. Dat is een priester die te maken heeft gehad met verloven of zo, die mensen geholpen heeft om goed te huren. Dat heeft iets met het huwelijk te maken, maar hij zelf is priester en martelaar, de heilige Valentinus. Dinsdag is het door de week met de gedachten van de heilige Faustinus en Jovitus en martelaren. Woensdag door de week, donderdag door de week, vrijdag door de week met de gedachten van de heilige Simeon, bischop en martelaar. Zaterdag, onze lieve vrouw, op zaterdag. En komende zondag, de tweede zondag van Septuagesima-tijd, en die heet de zondag van Sexagesima. Dat wil zeggen 60 dagen, 60 ongeveer. Dat is grosso modo, want het zijn eigenlijk weken van 7 dagen, maar dat is symbolisch ook weer. Zo. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest aan. Hierbij geloven we, de kerk dompelt ons dus onder in een nieuwe spiritualiteit. Wij hebben Jezus meegemaakt, die geboren wordt met Kerstmis. En dat is de incarnatie van God. De tweede persoon wordt mens om ons te verlossen. En daar is het nu om te doen. Dat is het doel waarvoor hij gekomen is. Dus wij vieren, wij celebreren, wij danken God dat hij mens geworden is. Dat is de kerstkring, dat is fantastisch. God onder ons, de Emmanuel. Hè? Fantastisch. Dat God mens wordt, hij wordt een van ons, hij wordt een broeder. Hij kan met ons spreken, een voorbeeld geven van alle deugden, verborgen leven. Heeft hij geleefd zoals een gewone mens, voorbeeld geven van alle deugden in de familie. En zo. Maar hij is gekomen om ons te verlossen. En dat is nu het tweede gedeelte van het liturgische jaar. En dat is nu de voorbereiding ervan. Dat we voorbereid zijn, want het is de gesteltenis van de ziel die heel belangrijk is voor de ontvangst van de genade. God heeft genade, maar het hangt van onze gesteltenis af, van onze openheid, hoeveel uiteindelijk we er zullen krijgen. Als we ons helemaal zouden openstellen, zouden we grote heiligen kunnen worden. Dus in zover dat Johannes van Kruisen toch de dokter is van de mystiek, van het geestelijk leven, die zegt, heilig in zeker opzicht hangt de heiligheid van ons af. Want God is oneindig goed en machtig. Dus hij wil geven en hij geeft de genade. En hij geeft graag heel veel, want hij is eindeloos goed. Hij geeft veel. Maar hoeveel we uiteindelijk zullen ontvangen en zullen verwezenlijken, hangt dus van onze openheid af. Het hangt echt van ons af, zegt hij. Hoe ver we ons openstellen voor de genade. Als we maar wisten wat God met ons voor heeft, we zouden daar echt veel meer belang aan hechten. Dus daarmee is toch gezegd dat de gesteltenis van de ziel heel erg belangrijk is. En dus die vastentijd, dat zijn toch 3 weken van voorvasten en dan nog zoveel 6 weken van vasten, eigenlijk een vastentijd. Dat is toch een lange tijd. Die is nodig, om die reden. Wel, de kerk begint met dat parabel, die gelijkenis voor te stellen van de werkers in de wijngaard. Dus het is een werk dat we moeten doen. Wij moeten werken. En je hebt werkers in de wijngaard, en je hebt verschillende mensen die op verschillende manieren werken. Je hebt er die vroeg al in de wijngaard werken, dat zijn degenen die het eerst geroepen zijn geweest, dat is het uitverkoren volk. Die zijn vanaf het begin al geroepen geweest, ze zijn al geroepen met Abraham. Hè? Al 2000 jaar voordat Christus kwam, waren die al bezig met hun voor te bereiden op de komst van Jezus, op de verlossing. En heb je dus die van het laatste uur, je hebt dus verschillende dan volkeren in de orde groepen. Hè?
meer en meer. En je hebt dan de laatste, dat zijn degenen die dus inderdaad later komen. En dan zie je dat die eersten eigenlijk opmerkingen maken aan God dat ze hetzelfde krijgen. Ja, maar heb je wel begrepen waar het over gaat? Het gaat om de hemel. God heeft de hemel en de hemel is dat hij zichzelf geeft aan de menselijke zielen. Dat hij zoveel mogelijk zijn leven meedeelt aan ons. Dat leven geeft aan ons, bovennatuurlijk leven. De zalige Godaanschouwing, bezit van God, het genieten van God zoals God geniet. Dus van zijn kennis en van zijn goedheid en van alle zijn eigenschappen. Wij kunnen daar meer van genieten, dat is een goddelijk geluk. Wat kan God meer geven dan God zelf? Het is onmogelijk. Hij geeft al alles. Hij is oneindig goed dat hij tot het uiterste gaat. En omdat de tijd verkoren voor die eerste dan zien dat die anderen evenveel krijgen als zij, eisen ze nog meer. Dat is toch niet redelijk? En dat is eigenlijk een vorm van jaloezie en hoogmoed dat ze niet kunnen verdragen dat die anderen zoveel krijgen als zij die al 2000 jaar gewerkt hebben en die anderen die komen er pas bij. En dat is ook de oorsprong geweest van de eerste ketterij die Paulus besteden heeft. Dat de christenen dus werden bekeerd vanuit het jodendom, dat is normaal. En er waren een paar christenen uit het jodendom bekeerd. En nadien kwamen de christenen uit het heidendom natuurlijk. En die begonnen te mopperen over de christenen die kwamen uit het heidendom. Dat die zich niet laten besnijden en de wet van Mozes niet van liturgie betreft... gingen navolgen en zo. En er is aan het concilie van Jeruzalem moeten komen om dat te beslechten, die zaak. En er werd dan beslist dat de heidenen, dus de niet-Joden die zich bekeerden, niet verplicht waren van zich eerst te besnijden. Dus eerst Jood te worden en dan Christen. En dan zich te laten dopen. Dat was niet nodig. En dan waren de Joden, sommige Joden waren daar neidig om, waren daar niet tevreden over. En dat is eigenlijk een ketterij. En dat werd bespreekt door Sint Paulus. Wel, we zien dat mopperen, en dat is niet mooi, dat is niet goed. Want de man, de eigenaar van de wijngaard, dat is God, hij zegt, is uw oog slecht, hè, omdat ik goed ben. Oog slecht, dat betekent jaloezie. Dat is dezelfde opmerking die God maakte aan Kain. Omdat Kain zei dat het offer van Abel werd aanvaard door God. En er wordt dan voorgesteld dat zijn de rook van de vuur ging recht naar boven. Want dat was iets van zijn hart dat hij gaf, Abel. Iets van zijn hart, dat waren de mooiste dingen die hij gaf. Een pasgeboren lammeke, waar hij dat helemaal nieuw, dat gebrekkeloos was. En dat het mooiste wat hij had, offerde hij aan God, omdat hij van God hield. Hij offerde echt iets dat hem kostte. En het was aangenaam aan God dat er iets geofferd wordt dat u kost. En Kain, dat was een landbouwer en die gaf maar zo'n beetje van de groenten die al verlept waren en die dus niet goed niet meer waren. Hij gaf eigenlijk een beetje van overschot en van mindere kwaliteit. En dan wordt er dat afgebeeld op die schoolplinten, dat de rook van zijn offer, dat sloeg naar beneden zo. En Kain begreep goed dat God daar niet tevreden over was. En in plaats van te zeggen, ja, het is mijn fout, ik ben minder edelmoedig dan Abel, ik moet zoals Abel doen, de mooiste, de beste dingen aan. Was hij gewoon jaloers op Abel, op die manier dat hij niet verdroeg, dat hij dus meer genade kreeg van Yahweh, omdat hij dus ook beter gesteld was, en hij heeft hem doodgeslagen. Dat was de eerste moord. En God maakt dezelfde opmerking. Uw oog is slecht, waarom bekeert je niet gewoon? En dan zal ik u aanvaarden zoals Abel. Als je doet zoals Abel, zal ik ook als Abel aanvaarden. Dus het ligt aan u. Hè? En ik zou zeggen, dus denk gewoon aan u. Jij kunt even, als jij verandert, dan is alles goed. Hè? Maar in plaats van zich te veranderen, gaat hij Abel, die het goed doet, vermoorden. En daarmee wordt Abel genoemd in de kanon het offer van Abel, dat dan een voorafbeelding is van het offer van Jezus, die als een lammetje wordt geslacht, als een zonder gebrek, gebrekkeloos lam. Ja, het offer van Abel. Dus Abel is eigenlijk als een heilige gestorven. Hè. Dus,
Misschien is hij een martelaar, want hij is gestorven omwille van de godsdienst toen hij zo vroom was. Misschien, maar hij wordt niet als een martelaar beschouwd, maar het gaat wel die richting op. Ja. In ieder geval, Jezus zegt ook, velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren. Ja, je ziet het, want die werkers van deze uur, die lopen het risico van zich te verdoemen door hun jaloezie. Ze hebben hard gewerkt. Ze hebben echt hard gewerkt. En de farizeeën ook, hè, die gaven een tiende van hun inkomsten en die vasten zoveel keren per week. En die waren altijd gewoon bezig, die waren in de tempel bezig, met al die ceremonieën en die sadduceeën ook. En met hun, die waren de schrift aan het uitpluizen, die ze waren echt hard mee bezig. Dus die waren wel vroom, wat dat betreft. Maar ze hadden andere gebreken. Dus, en de vroomheid was een beetje uit de hand gelopen en ze voerden daar van hun eigen ideeën bij. Wel, die bijgelovigen, wat is dat nu voor ons van belang? Wel, voor ons is dat van belang. De kerkvaders zeggen dat ook in ons leven God in verschillende periodes vanaf het begin van ons bestaan genade geeft. En dat we moeten openstaan, aandachtig zijn voor die genade en we moeten voor openstaan. We worden in de morgen geroepen, als kind krijgen we al de genade. Als we in een christelijk katholiek gezin geboren worden, worden we al gedoopt. Dat is fantastisch, daar valt niet iedereen te beurt. Dat is al een grote genade, dat gebeurt. Maar zelfs mensen die niet gedoopt worden, omdat ze natuurlijk daar geboren worden, kunnen ze niet aan doen, die hebben genade om God te kennen. Iedereen heeft voldoende genade om zich te redden. Dan, we hebben, eerst ga je leven maar na. Je hebt heel leven lang, heb jij goede dingen gehad, de gelegenheid gehad om God te kennen. Het een of het ander, dat is verschil van mens op mens. Als jij vrome ouders hebt gehad, komt het van je ouders. Zo niet komt het van de school misschien, van een priester. Of van iemand anders die je tegengekomen bent. Of van, het kan ook een goed boek zijn dat je gelezen hebt. Dus de genade gebruikt alle mogelijke middelen om ons te bereiken. Alle mogelijke middelen. En het is gans ons leven lang dat de genade zich aan ons presenteert, in ons leven lang. In ons leven lang is het de tijd van de barmhartigheid. Dat Jezus onze zonden verdraagt, niet goedkeurt, maar verdraagt, in de hoop dat we er vanaf geraken, dat we ze gaan stoppen. En hij geeft de genade, ook al zijn we zondaar, geeft de genade om ervan af te komen. Dat is barmhartigheid. En dan natuurlijk, dat duurt tot het laatste uur, tot het elfde uur. Hè. En op het elfde uur nog, er zijn mensen die op het einde van hun leven zich nog bekeren. En die kunnen zelfs die anderen voorbij steken. Want het hangt van de intensiteit van de liefde af, van de vurigheid, hoeveel genade je krijgt. Niet van de kwantiteit. Hoeveel jaren je bezig bent geweest. Die kwantiteit die telt pas als het gepaard gaat met kwaliteit, met intensiteit, met vurigheid, met liefde tot God. Als je heel leven lang God fantastisch hebt bemind, ja, dan heb je veel meer verdiensten dan iemand die dan maar het einde van zijn leven heeft gaan doen, zoals de goede moordenaar. Zoals Maria, die gans haar leven Jezus heeft bemind, die heeft natuurlijk ontelbare genade bij elkaar. Verzameld, hè. Jezus zegt verzameld je rijkdommen. Maar iemand die een ganse leven lauw is geweest en nauwelijks met zijn hakken over de sloot gelaagd, nog nauwelijks in staat van de genade sterft, maar nooit niet erg vurig is geweest, die zal naar de hemel gaan via een wagenbeur. Maar die gaat misschien wel iets voorbijgestoken worden, iemand die zich laat bekeert en heel vurig is. Ik heb het verhaal van die boetelingen, die vrouw die bekeerd werd door een woestijnvader, een woestijnmonnik. En ze beweende haar zonde, de ganse nacht heeft ze geweend. En 's morgens is ze dood. En die monnik ziet in visioen dat haar ziel recht naar de hemel gegaan is. Ze heeft heel die nacht zoveel geweend over haar zonde, zoveel achter van berouw en liefde gehad, dat zij door die liefde en door het berouw al haar zonden heeft uitgeboet. Dus door de intensiteit van haar liefde. Dat is heel mooi. Dus we hebben ook zo. Maria Magdalena gaat ook in die richting. Hiervan geloven, voor ons is het belangrijk dat wij dus werken.
wij zijn werkers in de wijga. Wij moeten echt iets gaan doen aan onze neigingen die er altijd zullen zijn tot het einde van ons leven. We hebben een gevallen natuur. De natuur is prachtig, die komt van God, maar we hebben een gevallen natuur en we hebben dus neigingen die we moeten bestrijden. We moeten dus werken, want als we er niets tegen doen, dan gaan we naar de vernieling. Dan gaan we naar de vernieling. De vermisselaars zeggen, de duivel zegt, laat u gaan, doe maar, ontspan nu, ontplooi u, en ik zal u middelen geven, zoals geld en zo, om u te ontplooien. En wat komt er dan als we ons laten gaan? Dan komen die slechte neigingen boven en dan worden dat doodzonden en dan geraken we niet meer uit misschien. En dan, dat is dan de weg naar het verderf. Dat is de brede, gemakkelijke weg. De weg naar de hemel, dat is, gaat naar omhoog. Dat is een smalle weg, zit Jezus. Die is moeilijker. Dus, alhoewel dat hij zegt, met mijn genade is het een licht juk. Maar het lijkt moeilijk. Maar met de genade, tuurlijk, zonder de genade zou het heel erg moeilijk zijn. Maar met de genade is het echt te doen. En die genade moeten we afsmeken. En die is er ook. Dat is juist. Die vader, die eigenaar van die wijngaard, die ons komt uitnodigen. Wel, die gelovigen, het is heel belangrijk dat we dat zien in deze nieuwe paaskring, die ons bij Pasen liturgisch de genade gaat geven van de verlossing, dat we verlost zijn van het kwaad, dat we met Pinkster de liturgische genade krijgen van de volheid van de gaven en de deugden, ingestorte deugden en gaven van de Heilige Geest, dat we daar ten volle van genieten, want ik zeg het wel eens van de kruis, het hangt van ons af hoeveel we gaan krijgen aan genade. Echt van onze openheid en van onze gesteltenis. Dus wij gaan, als wij nu echt gaan werken aan onze gesteltenis, dat we er 100% voor openstaan, dan gaan we dus veel genade krijgen en dus veel verdiensten met Pasen en Pinksteren. En dat is wat de kerk al van het begin zegt nu. De eerste zondag van de voorbereiding voor Pasen, Sexagesima, we zijn werkers in de wijngaard. En dat je nu vroeg of laat bent begonnen, wees vurig. Hè? Wees vurig. En wees aandachtig aan de genade die je gegeven wordt en werk er dan mee. Verspil ze niet. Maar wees er heel zuinig mee en werk daarmee en doe je best om dus de gebreken uit te roeien. Want wij moeten werken in die wijngaard. Wij moeten werken in die wijngaard. En werk in die wijngaard, dat betekent dat die moet bewerkt worden. Die wijngaard die moet bewerkt worden. Hè? Dus je moet eerst, dus die grond moet omgedraaid worden, die moet bemest worden. Dat zijn de oefeningen van de deugden. Dat we ons van de, dus het omdraaien van de aarde, dus de stenen weghalen en dus die aarde geschikt maken om de plant te ontvangen. Dus, de nederigheid beoefenen, de penitentie. Hè. En dan wordt die gesnoeid. Hè. Die wordt gesnoeid en dat betekent dat we alle nutteloze activiteiten stopzetten. Nutteloze activiteiten. En je moet goed opletten, een plant wordt voortdurend gesnoeid. Dus niet eenmaal, maar voortdurend. Voortdurend komt de landbouwer rond om te zien dat er niet moet gesnoeid worden. Want dan gaat het sap niet verloren naar nutteloze takken, maar gaat het echt naar de vruchten. Dat onze inspanningen echt naar de vruchten gaan voor het eeuwig leven. Dat we niet bezig zijn met nutteloze activiteiten. En dan wordt die ook ondersteund, er worden steunen gezet, dus stokken ernaast. Er komt, en dat is wat we allemaal nodig hebben, de Maria-devotie, de meditatie over het kruis en de lijden van Christus, de voorbeelden die we moeten van de heiligen, het gebruik van de sacramenten. En dan moet die ook door een muur omgeven worden voor te beschermen tegen de wilde dieren. En dat is de bescherming die we nodig hebben. Dat is dan voortdurend waakzaam zijn, dat we de gemeenteonderzoek doen, waakzaam, dat we de slechte gelegenheden vluchten, dat we trouw blijven aan het gebed, de Goede Santa Maria. En dan is er ook, zoals ik zei, dus de genade nodig, dat wil zeggen de regen en de zon.
Dat komt van God aan, maar je moet er voor openstaan. Je moet daar voor openstaan dat je die ontvangt. En dan gaat je rijke vruchten dus voortbrengen voor deze kleding. Vraag dan onze lieve vrouw voor deze, ja, voor deze paastijd goed te beginnen. Met een grote edelmoedigheid, een groot wijd hart, een edelmoedig hart. En dat ondanks die moeilijkheden die in de wereld zijn, of misschien dankzij de moeilijkheden die in de wereld zijn, want God laat het kwaad toe, met toch ook een groter goed. Dat groter goed is dat wij juist heiliger worden, dat wij door het geduld in het lijden, dat wij meer verdienen. Dat wij alles ten goede, met zijn genade, alles ten goede brengen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest aan. Thank you.